Patiënten met klachten aan de amandelen kunnen sneller zonder narcose, met minder pijn en met minder medicijnen behandeld worden. KNO-arts Henk Blom vertelt alles over de innovatieve lasermethode om amandelen te verwijderen als alternatief voor de klassieke operatie. We hebben hier in het HAGA al jaren kunnen uitzoeken of je bij het laseren van amandelen net zo'n effect heeft dan wanneer je dat op de klassieke manier doet. Dus we hebben twee groepen behandeld, de één klassiek en de ander met laser. En daar zijn erg mooie resultaten van. Wat je ziet is dat mensen die gelaserd worden veel minder pijn hebben. Veel minder lang pijn hebben, tot een derde. Dus mensen met de laser die hebben een dag of 4 pijn en mensen met de klassiek hebben minimaal 12 dagen pijn. En het effect is ongeveer net zo goed. Nou, het mooie aan de laserbehandeling is dat je dat polyklinisch kan doen. Dus je legt geen beslag op de OK, dus hoeven geen narcose. Met een klassieke OK dan blokkeer je gewoon een OK een uur. En dan nog op de afdeling zijn allerlei mensen met degene die geopereerd is bezig. Hier komen mensen binnen, we laseren. We gebruiken de polykamer, de laser ongeveer een uurtje en dan gaan ze weer lekker naar huis. Dus dat speelt eigenlijk tijd vrij voor andere dingen op de OK. Het zou ontzettend mooi zijn als patiënten hier gebruik van zouden kunnen maken. Het punt is een beetje, we hebben dit onderzoek gedaan juist om aan te tonen dat dit een goede behandeling is. In Nederland moet iets aan de stand van de wetenschap voldoen. Ik denk dat we met deze studie hebben aangetoond. Dus we hopen de verzekeraar te kunnen overtuigen dat ze dit gaan vergoeden. En daar zijn we over met ze in gesprek.